Hey, kom op, in de training daar vanop aan de middag en die tussen. Oh. Reageer, Xavier! Xavier, hoeveel ballen gaat je vandaag nu nog binnenlaten? Hoeveel had je er nog gewild? Xavier, nee, maar ik lach er niet mee, hè. Ik wil dat je het beste geeft van uzelf. Kom aan. Kaarten! Hoedinghuis! Ziet je dan niet, Vos, hoe dat mijn duiven geterroriseerd worden door die potstampers? Amai, en ik dacht dat ik last had van mijn buren. Daar zou je beter iets aan doen in de gemeenteraad. Fernand, je hebt gelijk. Ik ga vanavond nog dat voorstel indienen. Een voorstel? Een voorstel dat er niet meer mag gevoetbald worden als de duiven vliegen. Nu hoor ik je klappen, zie. Ja, pas op, ik moet nog een meerderheid krijgen. Hè. Oh, dat zal toch geen probleem zijn, zeker? Dat zal toch niet zijn. Ah, een dag dat die krabbers niet meer mogen sotten, hè. Dan geef ik een drink voor heel de duivenband. Voilà, alles is klaar. Ja. Ik ben echt benieuwd naar uw ouders hun reactie als wij vertellen dat we gaan trouwen. Ja. Ze zijn er. Ja. Oh. Spannend, hè? Ja. Oh. Ja. Dag, ma. Dag, meneer Jorpa. Ja. Pistool. Oh. Pardon dat ik mij excuseer, maar we zijn toch niet te vroeg, hè? Maar absoluut niet, Theo. We zijn juist op tijd, nietwaar, kinderen? Oh. Hartelijk proficiat. Proficiat? Ja? Met uw trouw? Ja, uw ma heeft dan net gebeld. Ma! Ja, ja. We zijn heel blij dat jullie in het huwelijksbootje stappen. Bootje? Wij gaan wel met een taxi, hè, pa. Oh, Mark. Ja, het werd ook tijd, hè, Theo. Hoe lang kennen ze elkaar nu al? Dank je. Wel. Goed. Dan zullen we maar klinken, zeker? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zo. Op een lang en gelukkig leven... En op een mooie toekomst. En aan die toekomst gaan wij helpen bouwen. Hé, Marie-Paul? Absoluut, Theo. Och, kinderen. Wij worden alle twee een dagje ouder. Enfin, vooral onze pa dan toch, hè? En daarom hebben we besloten om het wat kalmer aan te gaan doen. Hm. En wat heeft dat met onze toekomst te maken? Markske, Bieke. Ons huwelijkscadeau voor u... is onze zaak. Wauw, mooi. De begrafenisonderneming. Ja. Dat had je nooit kunnen denken, hè, Pistool? Nee. Wel, wat zegt je nu? Dank u, zeker. Ja, dank u. Theo, zie toch eens hoe blij ze zijn. Ma, moest jij dat nu echt verklappen van onze trouw? Oh, ik flapte het eruit voordat ik het wist. Sorry, Bieke. Maar jij trekt zo'n lijkbitters gezicht. Ja, we zijn al aan het oefenen, Xavier. Voor ons nieuw job. Ah, een nieuw job? Wat voor nieuw job? Wel, we hebben van Mark zijn ouders... een schitterend huwelijkscadeau gekregen. Hè, Mark? Ja, de zaak eigenlijk dus. Oh. Wat lief.
De begrafenisonderneming? Ah ja, maar. Zeg dat niet waar is, hè? Dat overleef ik niet. Oh, nee. Dan heb je al direct uw eerste klant. Ja. Allee, mijn dochter is gewoon zo'n begrafenisondernemers. Oeh, wat gaat ons Madeleine daarvan zeggen? Oeh, innige deelneming. Op zo'n momenten wou ik dat ons Bieke voor een advocaat had gekozen. Ja. Ik ook, ma. Bea, jij gaat dat cadeau niet aannemen. Ma, we kunnen dat toch ook moeilijk zomaar weigeren? Ja, dat vind ik nu ook. Dat zou toch heel ondankbaar zijn, hè, Pascal? Allee, die mensen hebben die zaak uit de grond gestampt. Ja, ze hebben daar door heel... er mensen in te stampen. Proficiat, meneer de begrafenisondernemer. Maar niet te veel lijken laten vallen. Hè. Ja, Paul, lach er nog wat mee. Ja. Maar dat... kom, schatje. Kom. Hoi. Dag. Oh, het is... Bonjour, la jeunesse. Ja. Ah, voorzitter. Een nieuwe bril? Oh, 1000 euro. Des amis, ik heb daar juist de telefoon gekregen van mijn goede vriend, de burgemeester. Het voorbestaan van de kampioenen is in gevaar. Wat is er, voorzitter? Op de gemeenteraad ligt er een voorstel klaar dat verbiedt nog te sotten als de duiven vliegen. Ja. Wat is dat nu voor zeven, zeg? Wie vindt zoiets uit? Maar dat gaan wij niet laten gebeuren. We gaan een actiecomité oplichten. En dan gaan we ook een petitie houden en we gaan een betoging organiseren. Zeker die is ik op, hè? De media, we moeten de lokale televisies in de zin schakelen. Op ons, dat ben je feest, man. Misschien is dat allemaal niet nodig. Ja, want ze komen nog één stem tekort. En er is nog één gemeenteraadslid dat nog niet weet of ze voor of tegen gaat stemmen. Ah, dus als wij die aan onze kant krijgen, dan is er niks aan de hand? Maar nou... Ah ja, en wie is het? Gretje de Vriend. Ja, ik kan er geen gezicht op plakken, maar... Zeg, wie gaat dat Gretje overtuigen om tegen te stemmen? Zal ik dat poeseke wel wassen? Goedemorgen, al te gaten. Zie. Durft gij uw lelijk gezicht hier nog laten zien, Kostermans? Waarom? Mijn sympathieke geburen zijn blijkbaar op de hoogte van het heugelijke nieuws. Ga maar uit, ik tel tot 3. En als jij niet buiten bent... Dan zullen wij u eens wat heugelijke nieuws geven. 1, 2 en 3. Slechte verliezers, man. Dat is eigenlijk een heel goed idee van ons, hè, om u eens een weekje te laten meedraaien. Dan kunt je meteen zien wat hier allemaal te beleven valt, eigenlijk dus. Pa, en ik heb mijn schoofzak bij, hè. Ah, dat is heel goed, Fiston. Boterhammen met choco. Warme chocomelk. Ben je er helemaal klaar voor? Oh, pardon dat ik mij excuseer, maar dat is waarschijnlijk een klant. Allee, de eer is aan u, Mark. Dank u, ma. Begrafenissen Vertongen, wat kunnen wij voor u doen? Mijn man is overleden. Een overlijden? Ja. En wanneer... Proficiat met het heengaan van uw echtgenote. Innig idee, mijn Mark. Dank u, ma. Dank u. Excuseer. En wanneer kun je langskomen? Ja, een klein ogenblikje. Ik ga het even voor u informeren. Hebben wij nog plaats voor 1 dooien in de frigo? Mevrouw? Ja, we hebben er al 4, maar als we die allemaal een klein beetje opschuiven, dan kan uw echtgenoot er zeker nog bij. En dan nu het adres. Hallo? Hallo? Ze heeft ingehaakt. Ja. Meneer Boma. Ja? Uw Gretje is er. Aha, laat het binnen. Ja. Goedemiddag, Gretje de Vriend. Ja, bella. En u bent Balthazar Boma, zeker? Ja, al heel mijn leven.
Gaat u zitten, madame. Wat is het? U kijkt zo? Nee. Wat gaat je drinken? Een koffieke? Of een thee? Of een spa broebel? Een whisky. Whisky. Ah, Sjoeke. Ik ben er, hè. Hey. Ah, dag, madame. Voorzitter. Xavier, je bent te vroeg. Ik ben nog niet klaar, hè. Pak haar maar mee, Xavier. Zo kunnen madame Greetje en ik rustig converseren. Xavier, wat een schone naam. Voor een schone vent. Jij ziet er mij wel een gezellige uit. Oh, excuseer, dat is wel mijn gezellige, hè? Met u zou ik eens willen weggaan. Oh, vergeet het. Kom, Xavier, we zijn hier weggaan. Bon. Ja, natuurlijk. Ja, kunnen we nu tot de kern van de zaak komen, madame? U wil dus dat ik tegen het voorstel van Fons stem? Ja. En wat moet dat kosten? Dat hangt er vanaf. Als je tegenstemt, dan krijg je jij van mij uw gewicht in boma-worst. Sorry, hè, maar dat is geen vette. Twee keer uw gewicht dan. Nee. Ik dacht eigenlijk aan iets anders. Als gemeenteraadslid moet ik vaak naar recepties. En morgen moet ik naar een receptie van de fanfare. De fanfare? Ja. Ik moet daar meestal alleen naartoe. Maar ik zou eens graag gaan met een man aan mijn zij. Begrijpt u? Ja. En morgenavond, zegt u? Ja. Oei, dat is nu spijtig. Ik ben al belet. Meneer Boma, ik heb het wel over een echte man. Ja, die zat onder mijn ogen bij een vette versiering. Allee, Sjoeke, nu niet overdrijven. Die madame was gewoon vriendelijk. Oh ja, ze vond mij een gezellige. Oh ja, ze moest eens weten. Oh, hier, voorzitter. Heb je dat poesje kunnen wassen? Gaan ze tegenstemmen? Ja. Yeah! Maar op één conditie. Oeh, en wat voor conditie? Dat Casanova Xavier morgenavond meegaat met haar naar de receptie van de fanfare. Een receptie? Waarom niet? Hè? Lief? En waarom mijn Xavier? Ah, dat zal er graag in de pakken, zeker? Hè? Dat zie je de manier. Mijn Xavier is een getrouwde vent. Die gaat niet vreemd. Ja, maar ze moet toch alleen maar zelfs apparool zijn? Ja. Het is dat of gedaan met Sottenberg gedacht. Ja. Maar allee, Sjoeke. Ja, dan is het maar gedaan met Sotten, hè. Maar allee, Carmen. Zou jij dat doen in zijn plaats? Natuurlijk. Wat? Maar Doortje, het is toch voor de goeie zaak? Jij slaapt vannacht op de sofa. Kom, Xavier. Doet je het? Ik slaap niet graag op de sofa. Zo. Het stoffelijk overschot is nu bijna klaar voor een laatste groet. Mark, nu staan u. Oei. Vouw de handen. Oh, dat is simpel. Zo. 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 Niet. Wieke. Amai. Zo simpel is precies toch niet, hè, Fiston? Ja, pa. Zo lijkt dat wil ik toch niet mee, hè? Pardon dat ik me excuseer. Maar vergeet je niks? Huh? Ah. Dank u, pa. Precies wat ik nodig heb. Voilà, ça. Zo goed. Dat trekt dus op niks, hè? Eigenlijk dus.
mevrouw, het gemeenteraadslid. Blij dat u gekomen bent. De Fons vertelde mij dat u nog steeds niet weet wat u met uw stem gaat doen. En jij wilt dus dat ik voor het voorstel van de Fons stem? Ah ja, natuurlijk. Hè. Dat is toch in het belang van het duivenwelzijn. Hè? En wat hangt daar voor mij aan vast? Oei, wel, als u voorstemt, dan mocht jij iets kostbaars uitzoeken uit mijn winkel, hè. Staat hier dan iets kostbaars? Hey, zeg, met mijn grote verzameling antiquiteiten nu niet gaan beledigen, hè. Ik heb hier bijvoorbeeld... Nee, niet geïnteresseerd. Ik verzamel namelijk peper- en zoutstelletjes. Maar dat heb ik toevallig hier ook. Voilà, hier. Dit hier. Ah, nee, toch niet. Wat? Wel, dit hier, hè? Die pijp. Nee, dat is geen pijp. Dat is een pepervaatje. Ah. Als je daar het zoutvaatje van hebt, hè, dat is veel geld waard. Mm. Zeer, zeer zeldzaam. Ja, maar je hebt alleen maar het pepervaatje, ziet je? Ja. Eén gaatje. Maar voor dat zoutvaatje, daar kan ik voor zorgen, hoor. Ah ja? Maar dan reken ik wel op uw stem, hè. Als jij mij dat zoutvaatje bezorgt, dan heb je mijn stem. Als het moet, bezorg ik u wel 10. Dat zal ik maar mee een korreltje zout nemen, zeker. Man. Mevrouw, onze oprechte deelneming bij het heengaan van uw echtgenoot. Dank u. We zullen nu de doodsbrief opstellen. Hm? Mark? Ja. Goed, mevrouw. Wat is de naam van uw overleden echtgenoot? Robert Pieters. Ja. Robert Pieters. En u bent? Francine van Damme. Kent u zijn maten? Zijn maten? Mm-hmm. De Swa, de René, Robert. Ja, maar zijn maten, hoe lang dat hem is en hoe dik. Hij was 1,85 meter. Ja. En hij woog 105 kilo. Amai, 105 kilo. Dat wordt een serieuze kist, hè, pa? Mark. Ja, u moet onze zoon excuseren, mevrouw, maar we zijn hem nog maar pas aan het opleiden. We waren 40 jaar getrouwd. En nu blijf ik helemaal alleen achter. Ik heb niemand niet meer. Je hebt toch de Jos, de Swa en de Roger? Maar als u alleen achterblijft, is het misschien niet slecht dat we meteen ook uw begrafenis regelen. Ja, maar wie gaat het anders doen? Mevrouw heeft geen familie meer. Zij zelf gaat het niet meer kunnen, hè? Ah, nee. Want dan is ze dood. Excuseer. Goed, dat komt allemaal wel in orde. Voor de laatste keer, hè, zeg. De toekomst van de kampioenen ligt in uw pallen. Ja. En denk ook eens aan uw toekomst. Als we niet meer kunnen shotten, dan zult je veel meer tijd moeten doorbrengen bij Carmen. En dat wil zeggen elke dag kitekato doen, hè? Is dat wat je wilt? Nee, maar... Ja. Kom, dan belde jij nu dat niet, Geet. Je kunt van mij toch niet verlangen dat ik mijn vrouw ga bedriegen? Maar je moet met die Greet naar een receptie gaan. Dat is toch niet bedriegen? Voor Carmen wel. Maar dat moet dat niet weten. Ja. Ja, wat moet ik vanavond zeggen als ze vraagt waar ik naartoe ga? Maar verzin iets. Maak er wijs dat je wacht moet lopen. Ja. Allee, kom. Ik durf dat niet. Waterslagers, jij gaat niet belachelijk doen. Zeg, jij belt hier naar die Greet en jij gaat morgen bij haar naar die receptie en daarmee pasta. De vriend, hallo. Hallo, madame, sorry, verkeerd verbonden. Morgen. Dat is een broekakker. Kijk, als je het doet, dan betaal ik u een heel vat. Wat was dat nummer? Duw op Rediaal. Ah,
Hallo, met Greetje de Vriend. Ah, aardig, madame de Vriend. Het is hier met Xavier. Oh, ja. Oh, jij bent die gezellige van bij Boma. Wat nieuws? Niks. Jong, ik bel u eigenlijk om te zeggen dat ik vanavond toch met u naar die receptie wil gaan. Oh, je bent een schat. Ik verwacht u om 7:00. Tot ze biedt, Xavierke. Ja, tot ze biedt. Ja. Voilà. Zo moeilijk was dat nu toch niet? Ah. Nee, maar als Carmen daarachter komt, ben ik Bieker en Mark kunnen volgen de klant. Zo maakt Fernand van een prul een kostbaar stuk, hè? Zo. Maar ik begrijp nog altijd niet waarom dat die mevrouw ons aan de deur heeft gezet. Maar sommige dingen zeg je beter niet eigenlijk dus, hè, Mark? Ja, maar nu zijn we wel een klant kwijt. Och, volgende keer beter, hè, schatteke. Goedemiddag. Ik zou mijn eigen begrafenis willen regelen. Ik wil mijn kinderen daar niet mee belasten, begrijpt u? Oh ja, natuurlijk. Onze zoon en schoondochter willen u daar graag bij helpen. Ga zitten, meneer. Ook de warme choco? Nee, dank u. Oké. Goed. En, voor wanneer is het? Ja, dat weet ik niet. Ja, als u het niet weet, hoe kunnen wij het dan weten? Hoe wilt u begraven worden? Kerkelijk of burgerlijk? Burgerlijk. Nee. Ik zou kerkelijk kiezen. Dat is veel feestelijker. Kerkelijk. Heeft u al gedacht aan een tekst voor het bidprentje? Liefst iets kort en krachtig. Hij moet daar een boodschap in zitten. Dat de familie zich geen zorgen moet maken over mij. Ah, ik weet iets. In de hemel of in de hel? Ik red me wel. Wilt u begraven of gecremeerd worden? Begraven. Nee. Ik zou cremeren kiezen. Ja, u misschien wel, maar ik wil begraven worden. Meneer, u zou dus willen dat de wormen aan uw tenen beginnen te knallen. Nee. Wij gaan u cremeren. Crematie. En je zult zien, meneer, je gaat daar heel tevreden over zijn. Bon, wat zegt u de 13e van volgende maand? Morgen? Voilà. Het is toch niet de eerste keer dat jij me moet erop placeren? Zeg maar, Carmen gaat dat verdacht vinden. Die gaat vragen stellen. Nee, je gaat naar Carmen. Je zegt wat je moet zeggen en je vertrekt. Dan kan ze geen vragen stellen. Ik zeg, puist wat van met een blue Hawaii. Ja, maar Greet zal dat graag ruiken. Dag, hè. Dag iedereen. Ah, Xavier, een dag schotel. Ik kan eigenlijk niet blijven. Oh, je kunt niet blijven? Nee. En waarom heb jij je uniform aan? Ah ja, wel, ik heb juist telefoon gekregen van de kazerne. Moet ik toch een zieke collega gaan vervangen? Jij kunt toch ook nooit eens niet nee zeggen, hè? Dat leger dat profiteert nogal van u, hè? Je kent mij, hè, Sjoeke. Ja. Elke reden is goed om niet bij mij te moeten slapen, hè? Moe! Oh, zeg, Xavier, jij ruikt zo sterk. Maar ik kreeg niks. Ik ga je verpallen. Kom ik hier, kind? Nee, ik kreeg moe. Ja, nu dat je het zit, ja. En sinds wanneer gebruikt jij aftershave als je gaat werken? Soms is een keer. Oh, Carmen, vertrouwde jij dat wel? Vertrouwen? Wat wilde jij daarmee zeggen? Ja,
Hij zegt wel dat hem naar het leger gaat, maar misschien heeft hem een afspraakje of zo. Zwijg, Doodje. Kom, je moet hier nu niet beginnen stoken, hè, zeg. Ik zei dat toch alleen maar om te lachen, hè. Heb jij hier iemand horen lachen? Oh, dat zou hem eens moeten riskeren. Afspreken met een ander. Ik maak fricassee van hem, hè. Fricassee, zegt hij. Ja, ik ga lopen. Wachtlopen. Dat zoek ik. En veel plezier met mijn gedicht. Plezier? Waarmee? Met zijn werken, ja. Hè. Kom binnen. Amai, in uniform. Ja, ik dien het vaderland. Serieus? Ja. Oh, ik kijk op militairen. Ja. Oh, je ruikt zo mannelijk. Ja, dat is blue hawaii van onze voorzitter. Zo, bent u klaar om te vertrekken? Oh, het is te zeggen, ik heb mij laten excuseren. Oh? Ik had er ineens geen zin meer in. Ah, nee? Ja, ja. Dan ga ik maar terug naar huis. Oh, nee. We kunnen er toch een gezellige avond van maken. Ik heb oesters, champagne. Maar, Greetje, ik wil... Nee. We gaan ons ferm amuseren. Ik denk niet dat dit een goed idee is. Misschien even toch... Hier, neem een oester. Dat is goed voor hem. Je weet wel, hè. Sorry, ik wou niet... Ik wou... Oh. Komt ze nu maar halen. Ik denk er juist aan. Ik heb nog een afspraak met mijn dokter. Ik zal u wel onderzoeken. Ik denk niet dat een echt Nederlandstalig woord is. Maar in elk geval, het kan je misschien toch wel een beetje helpen om... Nog één minuutje. Xavier! Hey. Moest jij niet gaan werken? Nee, ze hebben zich vergist in de kazerne. Hebben ze toch de verkeerde opgeroepen? Zeker stom, hè? Jij doet zo raar. Is er iets? Is er iets? Zeg, mama, wat is dat daar in uw gezicht? Hé? En in uw nek? Hoe? Je staat vol met mijn rode plekken. Rooi plekje? Jij vergist u. Nee, laat mij dat eens zien. Mijn neusjoeken, dat is... Maar hou daar toch mee op, dat is misschien een allergie. Allergie? Mijn god, dat is lippenstift. Lippenstift? Je hebt mij bedrogen, hè? Hoe kun je mij zoiets aandoen? Ik maak fricassee van u! Nee, Sjoeke, niet doen! Jij vergist u, niet doen! Waar hebt u dan gezeten? Bij Greetje! Oh, bij Greetje? Thuis heb je nooit goesting! Maar op een ander kun je wel een geweer presenteren, hè? Ho! Het is niet wat je denkt. Ik zou met die Greetje naar die receptie gaan en toen ik daar aankwam, heeft hij mij onmiddellijk besprongen. Ik kon het juist op tijd gaan lopen, dat was echt niet plezant. Het is precies toch waar ook? Had ik een Sjoeke? Ik zou u toch nooit bedriegen. Je mocht echt niet kwaad zijn. Dus je hebt helemaal niks gedaan, zeg je? Je kent mij toch? Dan heb ik ook geen reden om kwaad te zijn, hè? Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. Maar ik zie u echt graag. Sjoeke, ik ook, hè.
Mijn schoen, kom hier. Nee. Bieke, jij mocht de urne bijzetten. Oh, laat Mark dat maar doen. Dat is meer mannenwerk, hè. Ah ja, tof. Nu had ik je goed liggen, hè. Pardon dat ik mij excuseer, maar hoe lossen wij dit op? Ik weet iets. Dat is een oplossing. Ma! Oh, moeten wij echt niet nog wat blijven? De week is nog niet om, hè? Oh, nee. Wij trekken onze plan wel, hè, Theo? Natuurlijk, Marie-Paul. Spijtig. Ik vond dat het juist plezant begon te worden. Oh, trek het u niet aan, schatje. Binnenkort is de zaak toch van ons. Dat wil zeggen, wij hebben eigenlijk besloten om onze zaak nog een beetje zelf voor te zetten. Eigenlijk dus, hè, Theo? Ja, we doen het nog veel te graag. Oh, spijtig. Begrafenissen Vertongen. Ja, dat zal varen zo, zonder voetbal, hè. Maar ja, je kunt misschien met vrouwke gaan salon dansen of zo, hè. Of je misschien inschrijven in een postzegelclub, hè. Je bent zo zeker van jezelf. Ja, ik heb een voorstellen voor haar dat ze niet zal kunnen weigeren. Wacht maar. Nee. Wacht jij maar. Nee. Wacht jij maar. Nee. Niks van. Wacht jij maar. Kleine kinderen. Zo'n spel maken voor zo'n stomme voetbal. Mannekes. Ja? Nu ben ik fier op mijn ventjes. Hij heeft kunnen weerstaan aan een andere vrouw. Zeg, en welke andere vrouw? Aan Greetje. Ja. Kwak en Boemel daar hadden hem opgestookt om bij haar toch naar die receptie te gaan. Maar hoe kunt je? Ja. Maar die receptie, dat was een valstrik, hè. Oh. Dat stuk venijn was er alleen maar op uit om mijn ventje binnen te doen. Oh ja, nu moeten we op haar niet meer rekenen, hè. Oh, merci, Xavier. En nu is het ook wel gedaan met Schotten, ja? Sorry. Zeg, laat hem nu toch eens hier Xavier een dag schoten. Ja. Oh, daar remden ze zich. Die oversexte wolfing. Wat kom jij hier nog doen? Oké, het is al goed. Jij zwijgt erover, ik zwijg erover. En ik zal tegen het voorstel van Fons stemmen. Wacht, madame Greetje. Ik heb iets voor u, hè. Het zoutvaatje. Ja. Maar nu gaat je wel voor het voorstel van de Fons stemmen, hè. Het zoutvaatje. Het is niet waar, hè. Jawel. Ik doe geen zaken met oplichters. Dag, meneer Kostermans. Dank je wel. Hallo.
Pascal, tot mij, generaal. Appelkampioen. Hela, op mijn ventje, hè. Kom hier, mijn schoen.